Hey. Ik pak even je glas beet. Ja, goed zo. Dames en heren, ik wil natuurlijk even proosten op de mooie cd van José. José, waar ben je? Waar sta je? Kan ik die lange blonde nou over het hoofd zien? Nou, José, in ieder geval van harte gefeliciteerd. En dan gaan we op proosten. En daarmee maak ik meteen het bruggetje naar de laatste single van mij. Het is een liedje wat bij mij past. Dan sta je wel te lachen. Ja. Dames en heren, proost. De jaren zijn verstreken, ben vaak van het pad geraakt. Veel vrienden verloren, veel vrienden gemaakt. Het leven is soms moeilijk, maar vandaag is de dag. Dat we even alles laten, dat alles kan en mag. Dus ik zeg, lieve vrienden, de morgen is ver weg. Voor nu even geen zorgen, luister goed naar wat ik zeg. Het leven moet je vieren, met een lach en een traan. Kom, hef het glas en kijk me aan. En daar gaat ie, hè? Want ik zeg proost, we drinken op het leven. Ik zeg proost, dus dat er nooit een einde komt. Zijn we één? Proost, zal ik nou een rondje geven? Want echte vrienden, die laat je nooit alleen. Je hebt soms van die dagen dat je het even niet meer ziet. Je liever in je bed blijft en nergens van geniet. Totdat je vrienden bellen, hey, ga je met ons mee? Eventjes de kroeg in, dan zeg je toch geen nee. Dus je trekt je jas aan en loopt de straat door. De regen die je eerst zag, heb je nu geen oog meer voor. Hé jongens, hier ben ik. Ik zie het bier al staan. Kom, hef het glas en kijk me aan. En dan gaan we weer. Want ik zeg proost, we drinken op het leven. Ik zeg proost, want zaterdag. Hallo. Hi. Dames en heren, hartstikke bedankt. Het was me een waar genoeg om hier te mogen staan. En, nou, ik wou dus zeggen, jongens, geef deze man een geweldig applaus. Wat een ras artiest, wat een ras entertainer. Dankjewel. Dat is genetisch bepaald, denk ik. Ja. En ja, ik ben iemand met het hart op de tong. Maar je denkt van, nou, we gaan naar Brabant, we gaan naar het zuiden. Dan gaat het dak eraf en dan ben je toch ook maar een beetje teleurgesteld, hè, of niet? Ja. Want die vloer, ik heb vanmiddag op handen en voeten die vloer staat te schrobben hier. En er is werkelijk niemand, maar dan ook niemand die dat ding durft te betreden. Dat vind ik wel een beetje jammer. Nee, ja, Brabantse nacht, hè, dat had ik toch een ander beeld voor me. Ja, maar het is nog vroeg en we moeten nog de hele avond heen. Dan komen nog meer collega's. Dus we gaan ja, nog ja, een... Ja, zeker, zeker. Nee? Nu je toch hier staat,
Kees, ja. José, die komt er even bij. José, waar ben je, lieve schat? Ja, die staat erachter. Die staat volgens mij... Ja, die staat te klappertanden. Te worstelen met haar kastje. Want het leek me een leuk idee, nou ja, je toch bent. Joost. Om dat meteen even symbolisch Joost. Natuurlijk. José. Om symbolisch even deze lijst aan haar te over.